Goeiedag iedereen hier vanuit de pastorie tijdens deze Goede Week op weg naar Pasen. Het beleven van de Goede Week en ook het paasfeest is voor ons een belangrijk moment. We beleven dat nu afgezonderd van elkaar, maar daarom niet minder verbonden. Op de eerste zondag van de 40 dagen tijd was ik voorganger in de Bernadettekerk. Ik kreeg er allemaal een klein kruisje mee. Tijdens de voorbeden dienden we dat goed vast te houden en voor elkaar te bidden. En daarna werd het kruisje gedeeld. Met de stille vraag om ook voor elkaar te bidden. Wat we dan ook gedaan hebben. Het was een beetje een teken dat we het geloof, de inspiratie ook willen delen. Het delen dat ook heel duidelijk aanwezig was in de verdeelkast met een oproep tot broederlijk delen. In de kerk van Oude Barreel stond ook de verdeelkast en bij het begin van de Eucharistieviering in de 40 dagen tijd werd de Bijbel, het woord van de Heer, uit de kast gehaald en werd daaruit voorgelezen. Het delen van het woord van de schrift, woorden te leven. En ook de offergave, brood en wijn, werden van daaruit op het altaar geplaatst. Brood en de wijn die we delen in de Eucharistie, Christus die aanwezig komt, die ons bezielt. De samenkomsten op zondag, de dag van de Heer, we missen deze samenkomst een beetje. Ook de jokeriewerking van Oude Barreel, die nu niet meer op vrijdagavond kan samenkomen. De werkgroepen, vormse catechese en ook familievieringen in de Oude Barreel, maar overal in Sint-Amandsberg en ook in Gentbrugge, waren druk in de weer voor de voorbereidingen van de communievieringen. Het vormsel, nog de eerste communieviering. De kruisjesviering, de naamopgaven zijn helaas niet doorgegaan. Ook de eerste communietocht niet. Alles is verschoven naar het najaar of naar volgend jaar. Ook op de andere kerkplekken in Gentbrugge Centrum, Sint-Simon en Sint-Eligius, mist men een beetje het gemeenschapsgevoel. Samenkomen op zondag, maar ook de andere samenkomsten rond ontmoeting, vorming, pastorale activiteiten zijn weggevallen. De parochiekoren komen niet meer samen om te zingen. Samen zingen doet nochtans geloven en maakt blij. Op zaterdagavond zijn er de gemeenschapsvieringen in Sint-Amandus en ook in Sint-Lieve Ledenberg. De getrouwen komen graag naar deze vieringen, die goed verzorgd zijn en waaraan de mensen ook goed aan deelnemen. We missen deze vieringen een beetje. Op Ledenberg, maar ook op Sint-Amandsberg en Gentbrugge zijn de werkgroepen Samana, ziekenzorg, druk in de weer. Ze blijven de zieken en de ouderen die wat thuis gebonden zijn, opzoeken via een telefoon of een kaartje of een groet aan het raam. In de wijkgemeenschap Heilig Hart en ook op het Westveld Heilig Kruis zijn de werkgroepen Samana en de buurtwerking gewoon een palmtakje te brengen aan de mensen. Ze kijken er naar uit. Geen palmtakje dit jaar, maar wel een paaskaartje of een kaars met een paaswens. De zorg om mensen gaat ons ter harte. Deze week waren er ook enkele uitvaarten in beperkte kring. We hebben ook afscheid genomen van een paar getrouwe parochianen die ons ontvielen. Ten gepaste tijde zullen wij hen gedenken in onze zondagse vieringen. Maar op de eerste plaats willen wij met z'n allen meewerken om gezamenlijk het coronavirus terug te dringen. Het virus dat schade toebrengt aan de gezondheid van de mensen. Mensen sterven dagelijks, velen en wereldwijd. Er is terecht het applaus en het klokkengelui voor zij die instaan voor het verzorgen van zieken. En mij treft ook de solidariteit van velen die zich houden aan de maatregelen. Een gezamenlijke bezorgdheid en verantwoordelijkheid om te werken
aan een gezond leefklimaat, een gezonde wereld. In het bijzonder denken we hierbij aan de meest kwetsbaren onder ons. De solidariteit is bewonderenswaardig en hartverwarmend. We zagen die gezamenlijke verantwoordelijkheid ook al in de voorbije jaren bij de klimaatbeweging, in de zorg voor een leefbare wereld. En die groeiende verbondenheid en zorg voor de wereld is eigenlijk bemoedigend. En laten we misschien ook in deze tijden de arme mensen niet vergeten. De kwetsbare gezinnen en de gezinnen met kwetsbare jongeren en kinderen. De zorg voor arme mensen gaat ons allen aan. En de mensen van Toontje en Vincentje doen daar veel werk voor. De zorg voor de schepping was trouwens ook het thema van ons pastoraal werkjaar. In de zorg voor de wereld en de mensen eren wij ook onze schepper. In onze nieuwe parochie Gent-Oost, samenwerkingsverband tussen de parochies Sint-Amansberg, Gentbrug en Ledenberg, waren we op zoek naar een naam als inspirator voor ons gemeenschappelijk pastoraal samenwerkingsverband. We kwamen uit bij het Franciscus. Eigen Frans van Assisi, met zijn zonnelied, een gebed, met zijn vredesgebed. We dachten dat dit een goede naam zou kunnen zijn, een inspiratie voor onze nieuwe parochiegemeenschap Gent-Oost. Franciscus, die aandacht had voor de natuur en ook de schepper wou eren, en die aandacht had voor de arme mensen. En hij wou ook de kerk vernieuwen. Vanuit een eenvoudig en authentiek beleefd geloof, midden in de kerk van toen die vaak met pracht en praal heerste. Mogelijks, zo hopen wij en velen met mij in Gent-Oost, mogen we die heilige Frans van Assisi als patroonheilige zien voor Gent-Oost. Goede vrienden, de goede week blijkt een stille week te zijn, die we beleven vanuit de huiskamer. We kunnen gelukkig deelnemen aan de vieringen op radio, televisie of ons aangeboden via internet. En Kerknet, de website van de Vlaamse kerkgemeenschappen, helpt ons daarbij. En geregeld krijg ik zelf een mail met een bezinningstekst, een gebed of zelfs een foto of een beeld of een lied. U hebt het allemaal ook wel gekregen of doorgestuurd. Het was ook bemoedigend. Onze kerken blijven ook open voor persoonlijk gebed. Ik ben de mensen daar dankbaar voor die daarvoor zorgen. We steunen elkaar. We hopen dat het normale leven zich weer kan hervatten. Voor onze gezinnen en families op de eerste plaats. Dat we elkaar kunnen weerzien. En ook dat we terug kunnen samenkomen op zondag, om de dag van de Heer te vieren. Ik wens u langs deze weg een zalig paasfeest toe. Ik citeer hierbij de tekst van Marinus de Berg. Pasen gaat door. Pasen gaat door ondanks alles, in onze zorg voor elkaar, in onze aandacht, in het werken aan deze wereld, in de veerkracht rond het werken aan gemeenschapsopbouw. Een zalig paasfeest aan u allen.